Ik ben de oppas voor vanavond. Superleuk! Ja! Yeah. Oh, alsof hij alleen een hoofdje heeft gewoon. Ik ben voor het eerst weer op het terras. Het is vandaag maandagochtend en dat betekent een nieuwe weekvlog. Woe, yay. We gaan er weer voor. Het is maandagochtend, het is al bijna middag, want ik heb niet echt ritme in mijn leven. En ik ga zo meteen naar mijn bindweefselmassage, waar ik echt weer super veel zin in heb. Oh my god. Ze heeft vorige keer tegen mij gezegd dat ik beter maar gewoon 2 paracetamols kan innemen voordat ik erheen ga, want ik gewoon helemaal dood ga daar. Dus dat ga ik zo meteen doen. Oké, ik ben terug van mijn bindweefselmassage en het is zo raar, want het is vandaag natuurlijk 1 juni. Dus ik reed net een beetje een stukje door de stad. En alle terras zit gewoon vol. Het is zo leuk. Het is zo gezellig om gewoon weer te zien. En het is gewoon zo raar dat iets wat altijd zo vanzelfsprekend was, nu echt heel bijzonder is. Dat ineens heel de terrassen weer vol zitten. Natuurlijk wel op 1,5 meter afstand. Maar ja, ik word er echt weer wel happy van. En ik heb vandaag echt niks gepland. En daar word ik alweer een beetje depri van. Want het is super mooi weer. En ik zit echt binnen. Niemand kan wat doen. Ik moet eigenlijk ook aan school, maar ik heb vandaag echt een dag waar ik nergens zin in heb. Dus ik denk dat dat niet eens gaat lukken. Ik ga wel even een Water Eat in a Day opnemen en daar ga ik nu mee beginnen. Want ik had eerst dus mijn afspraak, dus ik ga nu pas eten. Oké, het is inmiddels al 9 uur. Ik heb nog steeds niet gekookt, omdat ik het gewoon aan het uitstellen ben. Ik weet niet, ik voel me een beetje depressief of zo. Het klinkt heel stom, maar vandaag gaat het terras weer open. Echt, iedereen op Instagram, Snapchat zit lekker op het terras en ik zit echt de hele dag binnen. Ik voel me echt een no-lifer. Maar aan de andere kant heb ik ook echt zo'n moed dat ik even geen zin heb om iets te doen. Of om gezellig te doen. Ik heb gewoon zin om even gewoon... Ik weet niet, ik ben heel lui vandaag. Had ik vorige week ook al op maandag. Ik denk dat maandag mijn nieuwe chill dag wordt. Dus ja, een beetje dubbel gevoel. Ik ga nu even koken. Ik heb in ieder geval wel Water Eat in a Day opgenomen. Dat heb ik echt al 5 keer gezegd. Maar die staat hopelijk al online. En nu ga ik koken. Ik mis Vic. I'm feeling alone. Ik kan niet alleen zijn. Dat is zo erg. Ik kan echt niet alleen zijn. Ik heb ook echt respect voor mensen die alleen wonen. Ik vind het zo moeilijk. Ik ben dan heel snel verveeld. Of dan voel ik me no-lifer. Of dan voel ik me nutteloos. En Vic en ik werden gisteren slapen in Zandvoort bij vrienden. En ik dacht dat ze vanavond thuis kwamen. Maar waarschijnlijk slapen ze ook thuis. Ik wacht nog even af. En anders ga ik gewoon naar mijn moeder. Ga ik daar nog slapen. Want ik vind het echt niet chill om 's nachts alleen te zijn. Vic, voor als je dit ziet... I hope you're proud. I'm gonna cook. Vic ook meestal. En ik ook soms. Maar meestal Vic. Oh my god. Oh my god, nee. Ik was zo druk bezig met de avocado snijden. Dat ik helemaal niet weet om om te draaien. Oh, ik haat het leven. Het is inmiddels 10:30. En ik zit in de auto. Want I'm a baby. And I can't be alone. Vic en Ziggy slapen in Zandvoort. En ik weet niet of er meer mensen zijn van mijn leeftijd die het hebben. Maar ik durf gewoon niet alleen te slapen. Ik weet het, er komt echt wel een tijd dat ik er een keer alleen ben. Maar tot nu toe lukt het me altijd om een oplossing te vinden. Dus nu ook. Ik ga bij mijn moeder slapen. Ik weet niet, iedereen zegt ook tegen mij van wat kan er gebeuren. Doe gewoon de deur op slot en er is niemand. Maar ik denk dat ik gewoon te veel horrorfilms... Nou ja, niet eens, want ik kijk geen eens horrorfilm. Maar ik ben gewoon heel erg bang voor, weet ik, voor enge geluiden of geesten of mensen die je ineens in de spiegel ziet. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik ben fucking 21. Maar... Ja, ik kan gewoon niet alleen zijn. Dus als ik ooit een vriend krijg, hij moet altijd thuis zijn. Hij mag niet weg hoor. Echt niet. Kijk eens, Peer. Wie is dat? Oh. Wie is dat? Wie is dat? Oké, laat maar. Ik had wel iets leukere reactie verwacht. Ik zit in de auto. Het is dinsdagochtend. En het is zo warm. Het wordt vandaag 27 graden. En ik heb niet echt een geweldige planning. Ik wist niet dat het zo warm wordt vandaag. Ik ga een uurtje sporten. Normaal doe ik dit met Vic, maar Vic zit nog steeds in Zandvoort, dus ik ga alleen. Het positieve daarvan is dat alle aandacht op mij gericht is. Het negatieve daarvan is dat dus alle aandacht op mij gericht is. Oké, ik ben inmiddels al lang terug van sporten. Het was echt wel heel erg chill eigenlijk om ook een keer in mijn eentje te sporten. En natuurlijk vind ik het super gezellig met Vic. En is het even wat chiller, zeg maar, qua dat je af en toe wat meer pauze hebt als je met z'n tweeën sport. Maar ik vond het nu ook wel fijn, omdat ik gewoon lekker achter elkaar doorging. Ik voel me wel echt voldaan. Het was wel super warm. Het is nu ook super warm. Maar ik moet met Beertje naar de dierenarts. En dat vind ik echt
echt niet leuk, want Beertje heeft een hele slechte vacht. En ik ga nu chemisch laten castreren. Dat is castreren voor een half jaar door middel van een prik. En ik ben er vaker bij geweest als Beer prikjes kreeg. En hij vond het echt niet leuk. En dit schijnt wel echt een heftige te zijn. Echt een grote. Dus ja, mijn hondenhart breekt een soort van nu al. Ja, maar jij bent een hele stoere jongen. Het komt helemaal goed. Ik hoop zo dat dit goed gaat. Nou, natuurlijk gaat het goed, maar ik hoop zo dat hij er goed op reageert. En niet gaat gillen en schreeuwen, want daar kan ik echt niet tegen. Het liefst ga ik er niet bij zijn, maar dat is ook echt stom. Ik moet er gewoon bij zijn voor de steun en toeverlaat. Nee, waarschijnlijk merkt hij niet eens of ik er wel niet ben. Maar ik wil er gewoon bij zijn. Oké, ik lig in de tuin. Het is echt super warm. En ik hoop dat ik in deze 2 uurtjes even een kleurtje kan pakken. Ik lig ook echt in een bikini. Deze bikini had ik trouwens aan op de eerste dag in Love Island. Super leuk. En over 2 uurtjes ga ik alweer weg. Dus even snel tennen. Oké, ik heb vanmiddag echt de hele dag in de zon gelegen. Super chill. Ik ben zelfs een beetje bruin geworden. Dat is voor mij als whitey girl best wel knap. En nu ben ik in de Apkoude op een boerderij. Super random. Nou, er zitten paarden. Kijk. Zijn die paarden van Alain? Ja. Want die ene is zwanger. Echt? Die met een blauwe... Oh my god, maar hij is helemaal niet dikker dan de andere. Ja, die moet ook voor een week bevallen. Dus dan gaan we terug. Wow, er zit gewoon een paard in zijn buik. Dat zie je helemaal niet. Nee. Hij is hetzelfde als die andere. Ik ben aan het vloggen. Wil je op mijn vlog? Ik wil op je velen. Wat? Ik zei, wil je op mijn vlog? Oh nee. Mijn vriendinnen willen nooit op mijn vlog. Jen wel. Oké, ik ben nu bij Ellen en Jennifer. Dat zijn 2 vriendinnetjes van mij. En we gaan pizza eten. Woe! En mijn moeder lacht hem echt uit. Ze zegt, mensen die jouw vlog kijken vinden jou sowieso raar. Want je gaat elke keer je vet laten wegvriezen. Ja, is goed. Of 2 keer per week sporten. Maar volgens ga je wel elke week pizza en chocola eten. Maar goed, een beetje balans. Moet erin houden. En Beertje is lekker mee. Beertje voelt zich weer goed. Het ging super goed vandaag. Dus die is gezellig mee. Nou jongens, volgens mij is dit mijn eerste ijsje van het jaar. Nee, ik denk het niet. Het is inmiddels alweer woensdag. En het is op zich wel mooi weer, maar niet super mooi weer. Ik zit vandaag even binnen. Ik ga mijn video editen. Die staat als het goed is nu online. En ik ga aan het eind van de dag naar Ricardo's verjaardag. Ricardo van Love Island is vandaag jarig. En hij viert het in een parkje. Dus wat eyeliners gaan erheen. Niet heel veel. Ik heb in ieder geval niet heel veel gehoord. Maar wel wat meiden. Dus super gezellig. En Amanda komt weer langs. Dus die gaat ook lekker mee. Dus ik heb er wel zin in. En Beer gaat ook mee. En inmiddels met Amanda. Yay! Hey, dus gewoon terug niet van weg geweest. En Fik. En Beer. Hey. En wij wachten naast de auto. Want we wachten hier op. En we gaan straks met de auto naar Ricardo's verjaardag. En ik heb Beertje meegenomen. Super leuk. Ik had Beer eigenlijk even moeten kammen. Want dat ziet er echt niet uit. Maar goed. Hij is wel cute. Gaat hij goed? Nee. Oh, kijk hoe hij kijkt. Hij is echt aan het genieten. Ik heb ook water en brokjes mee. Baby. Oké, jongens, deze vrachtwagen staat er nog steeds. En ik ben zo chagrijnig dat ik echt gewoon aan het nadenken ben om dit fietspad op te rijden. Ik zeg dat echt raar, jij zegt dat raar. Chagrijnig. En jij zegt het heel raar. Ricardo zegt hoi. Hoi. We zijn op verjaardag van Ricardo. Hey Fel. En Alicia is er ook. Ik ben de oppas voor vandaag. Super leuk. Ja. Yeah. Schattig. Je zei alleen net dat hij lelijk was, maar oké. Okay. Ja, maar ik dacht dat hij zijn vak was gewassen. Al je vakvloggen gezien zijn vak was gewassen, maar oh. Nee. Maar hij is een beetje... Hij heeft een huidprobleem. Oh, het is een aandoening. Ja. Oh. Ja. Maar je bent er niet voor Beer. Ja. Oké, wij zijn nog steeds op de verjaardag van Ricardo. En ik ben Beer kwijt. Nee. Beer... Lisa die legt... Lisa brengt Beer gewoon altijd naar andere mensen. Ja, kijk, weet je wat het is? Beer krijgt zoveel aandacht. Ik heb hem altijd bij me. Iedereen moet gewoon zeggen van, wil je hem anders vasthouden? Dan zeggen mensen, oké. Oh, hij is hier. Hey Beer! Gaat het goed? Een man of een vrouw? Een man. Je mag wel oppassen als je wil, een keertje. Ik kan niet op je tegen.
Ik ben aan het editen. Het is super random dit ineens. Ik heb ook ineens een hele andere haarkleur. Dat gaan jullie straks nog zien. Maar ik wil toch even iets zeggen. Want ik weet zeker dat ik hier heel veel negatieve reacties op ga krijgen. Ik wil even uitleggen dat Ricardo ons heeft uitgenodigd voor zijn verjaardag. En ik heb er zeker over getwijfeld. Omdat ja, ik dacht van er komen wel meer veel mensen. En het is misschien niet slim met corona. Maar aan de andere kant, de terrassen gingen weer open. De regels werden versoepeld. Ricardo had gezegd, neem allemaal een kleedje mee. Dan kunnen we een beetje uit elkaar zitten. Dan houden we er rekening mee. Dus ik dacht, ja weet je, ik heb die Love Island meiden en jongens ook al heel lang niet gezien. Ik vind het super leuk om hun ook weer te zien. Omdat ik natuurlijk heel veel mensen sowieso heel lang niet heb gezien. Ik heb me best wel gewoon prima aan de regels gehouden. En toen heb ik besloten om toch te gaan. En ja, we houden niet altijd 1,5 meter. Sorry. Ik heb ervoor gekozen om mijn leven te vloggen. Ik heb ervoor gekozen om het allemaal online te gooien. Dus ik begrijp dat er reacties op komen. Maar ik ben wel gewoon oprecht. Ik kan erover kiezen om de camera aan te zetten wanneer ik bijvoorbeeld 1,5 meter naast iemand ga staan. Ik kan erover kiezen om het niet te filmen. Maar dat doe ik niet. Ik ben wel gewoon oprecht. En ik laat zien van, oké, ik ben op een verjaardag. Misschien hou ik me niet aan 1,5 meter. Maar ik ben echt wel verstandig en ik weet echt wel wat ik doe. Ik ga niet iedereen knuffelen. Ik ga niet iedereen kussen. Ik ga niet, weet ik veel, iedereen een hand geven. Dat heb ik niet gedaan. En tuurlijk, ik heb ook familie en vrienden in de risicogroepen. En daarom zou ik dat ook nooit doen. En de politie is ook een paar keer langsgekomen. En die heeft ook gezegd van, weet je jongens, het is prima. Jullie zijn een jonge doelgroep. Jullie zijn buiten. Het is gewoon oké, zolang jullie het troep maar opruimen. En niet te veel natuurlijk met elkaar gaan knuffelen en dat soort dingen. Maar dat deden we ook helemaal niet. Dus ja, bij deze wil ik toch een soort van uitlegje geven. En ik begrijp alsnog als je zegt van Lies, dit slaat nergens op. Hou gewoon die 1,5 meter. Tuurlijk, maar ik weet zeker dat niemand 100% heilig is. Snap je? En ik ook niet. En ik deel dat gewoon met jullie. En als ik negatieve comments krijg, dan krijg ik die. Maar wat ik wil zeggen is dat ik echt wel weet wat de situatie is. Ik weet echt hoe ernstig het is. En ik neem het ook echt wel serieus. En ik doe ook mijn best. We zijn inmiddels weer thuis. Het was super gezellig bij Ricardo. Echt heel erg leuk om weer wat mensen van Love Island te zien. En nu hebben we Mackie gehaald. Ons kennende. Hi. Vet en happy. Oké, hier gaan we echt van genieten. Donderdagochtend en Amanda is speciaal naar Amsterdam gekomen omdat we vandaag op een boot iets leuks zouden doen. Er was namelijk een feestje georganiseerd, wel natuurlijk met de coronamaatregelen. Dus het was een soort boot door Amsterdam met dan tafels 1,5 meter. En je mocht ook niet lopen verder, maar met sushi en cocktails en superleuk. Maar goed, het regent en het is slecht weer, dus het gaat niet door. Dus Amanda is hier voor niks. Nou ja, niet voor niks. We hebben het gewoon heel gezellig. Maar we zijn vandaag onverwachts vrij. Dus ja, we zijn nu lekker ontbijtje aan het maken om 12:30 's middags. Want we hebben heerlijk uitgeslapen. En we gaan straks denk ik even de stad in of zo. Even kijken wat het leven valt. Ik denk niet zoveel. Maar ja, we moeten wat. Jongens, kijk dit dan. Dit is toch te schattig. Hey, Weertje. Heb jij een pakje aan? Ik bedacht me ineens dat ik deze op thuis had liggen. En toen dacht ik, oh my god, ik wil hem aandoen. Oh, dit is zo cute. Oké, wacht. Ik ga zijn capuchon opdoen. Ja. Oh, dit is zo lief. Oké, ik ga hem nu wel uitdoen, want volgens mij vind je het niet heel chill. Amanda. Ja? Yeah? Ik ben net gebeld door het management. Die wilt ons voor de TikTok. Dat snap ik. Ja, maar we hebben best wel veel aanvragen gehad. Dus we moeten even kijken in hoeverre we wie we gaan kiezen. Het is wel erg dat ik net de ringlamp heb gesloopt, want we waren zo professioneel. Amanda en ik hebben net TikToks gemaakt. Woehoe, because we have no life. Ons bootfeestje ging niet door. Nee, en nu hebben we TikToks gemaakt. Ik zal ze zo even laten zien. Dat is misschien wel leuk. En het regent. Dus we dachten, hey, waarom laten we niet naar buiten gaan? Dus we gaan nu naar buiten in het regen. We hebben al lang genoeg binnengekregen. Ja, dat is waar. Ik vind het ook wel even lekker. Ik heb het best wel warm. Het wordt in ons huis altijd een beetje benauwd of zo. Ja, dus we gaan nu lekker naar buiten. Beste idee ever. Oh my god, het regent. Maar goed, we zijn wel weer echt in hele lange tijd. Of nou ja, ik in ieder geval, maar ik jij ook. Volgens mij ook. In de stad. Ik ben hier echt al zo lang niet geweest. En ik heb zelfs dingen gekocht. Ik ga het als ik thuis ben
even laten zien. Oh my god, ik ben niet van suiker of zo, maar het is niet chill. Het is ook leuk. Ja. Jongens, ik weet niet of je het ziet, maar het regent zo hard. We zijn er zo klaar mee, echt. Dit was het slechtste idee ever. Het is vrijdag en ik heb een jas aan, want het is gewoon koud. Echt jammer. Maar we zijn bij Leslie en we gaan sporten. En ik heb dinsdag een gewone training gehad en we gaan nu weer dat EMS doen met die schokjes. En we gaan weer veranderen in robots. Yay! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Ik was champignons aan het bakken, want ik dacht het was fucking lekker. Maar ik dacht dat het een beetje blauw hier werd. Maar ik dacht, ja, niks aan de hand. Want de rookmelder gaat zo vaak af als ik kook. Dat we hem er al gewoon hebben afgehaald. Dus hij kan niet afgaan. Nou, dat was niet zo. Hij ging alsnog af. Dus toen heb ik dit gebouwd. Toen ben ik op deze stoel gaan staan om hierbij te kunnen. Maar ja, hij was er al af. Dus dat had nul zin. Uiteindelijk was het gewoon dit ding, wat alsnog afgaat, ondanks dat hij niet in het plafond zit. Dus stop. Nu ga ik dit eten. Ik heb het gekocht van de Albert Heijn, banaanspeldpannenkoek. En ik ben heel benieuwd. Ik ben met Beertje naar de trimsalon. Yay, knappie. Ga je weer lekker gewassen worden. Maken. Oh, alsof hij alleen een hoofdje heeft gewoon. Ja, zal het hoofdje gaan op een ander lichaam kippen. Ja. Nu klopt het ook. Ah, Beertje is een fotoshoot aan doen voor Instagram, want er komt binnenkort een hele leuke winactie online. You're such a model. Goed zo. Oké, ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is echt keihard aan het regenen. En Beertje is natuurlijk net knap. Dus ik sta nu hier. Overdekt. Geen idee van wie dit is, maar ik hoop dat dit zo stopt. Ik dacht, misschien is het nog leuk om te laten zien wat ik gisteren heb gekocht. Ik heb namelijk al de helft aan. Ik loop vandaag ook al de hele dag met het kaartje, maar die zat dus in mijn broek. Ik dacht, wat prikt er? Maar dat was dus dit. Wat ik heb gekocht is dus deze broek bij de Zara. Dat is die broek met die split. Die heb ik ook in het lichtblauw. En die zit zo lekker dat ik dacht, ik kom ook in het zwart. En ik heb deze top van H&M. Dat is gewoon zo'n bandeau top. En dat is altijd wel chill om te hebben. En dit jasje had ik al. Die is van de Zara. Die hebben ze volgens mij nu weer. Ik had hem vorig jaar al gekocht. Maar ik zag hem laatst weer hangen. Ook in het zwart. En in het wit. Dan heb ik verder deze trui gekocht. Hij is echt super groot. Terwijl het dus maar maat 36 is. Deze trui is van Subdued. Maar ik vind het ook wel leuk. Want het geeft een beetje zo'n effect van, ik heb de sweater van mijn boyfriend aan die ik niet heb. En het leuke aan deze trui vind ik de achterkant. Wacht, hoe ga ik dit laten zien? Dit is de achterkant. Super leuk. Wacht. Au. Oh, ik heb nu al armspierpijn. Passion. Like it. Ja. Ik weet niet echt wat ik hiervan moet denken. Ik heb deze gepast in maat S. En toen was hij super kort. Maar ik vind de kleur wel heel leuk. Dus ik dacht, ja, weet je wat. Ik heb zoveel jurks die ik weg heb gedaan omdat ze te kort waren. Ik dacht, ik koop gewoon een L. En dan zit er een touwtje bij. En dan doe ik hem wel een beetje zo. Maar en toen dacht ik helemaal met mijn laarsjes en mijn jasje. Maar ik weet niet. Wacht, misschien zonder jasje. Wow. Wel prima voor een dagje strand. Niet heel boeiend. Maar hij was ook echt 12 euro van de Zara. Ik heb deze ook gekocht. Deze ook van de Zara. En het was echt dat ik deze zag hangen op de pop. Dat ik hem wilde passen. Want hij leek op de hangertje dus echt niet leuk.
Hij is ook best wel apart, want hier zit hij heel strak en hier zit hij dan weer een beetje los. En hij heeft schoudervulling, maar ja, ik vind deze wel super leuk voor de zomer. Echt een heel grappig verhaal. Ik had deze gepast en ik wou hem uittrekken. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat straks gaat, maar ik zat vast. En Amanda was in de winkel, dus ik had haar gebeld van, oh my god, je moet nu naar de pashokjes komen, want ik zit vast in mijn jurk. Maar ik had hem dus al helemaal omhoog en hij bleef hier bij mijn borsten, bleef hij haken. En hij kon ook niet meer naar beneden en ik kreeg amper lucht. Ik dacht dat ik doodging. Had sowieso wel de krantenkoppen gehaald, denk ik. Meisje overlijdt in Zara winkel in jurk, omdat ze vast zat. Ik heb trouwens zelf breindoekjes, die van de Kruidvat, omdat ik gewoon heel wit ben. Wow, je ziet trouwens wel echt tanlines van toen ik ging zonnen. Maar goed, ik kwam hier dus achter. Zien jullie dit verschil? Ik ben de helft van mijn arm vergeten. Dus de doekjes werken wel. Maar vergeet niet de helft van je arm. Nee, jij. Wat doe jij? Yeah. Schreeuw dan. Je weet dat ik het niet leuk vind om jou vlog te zien. Heel veel mensen hebben gezegd dat ze ook moet vloggen. Je kunt mij sowieso volgen op Instagram. Oh ja. Zullen we een winactie doen? Wat winnen we? Dat ik een dag vlog voor hem. Wat kut. Zo. Ik denk niet dat iemand dit wil winnen. Ik zeg jullie eerlijk, ik heb echt leuke dagen. Die schaduw achter jou is echt mooi. Dankjewel. Als we eens zien. Kan ik jullie wat drinken inschenken? Zal wel een lekker wijntje erbij? Of een, ja, stel dat, doe maar. Wijntje? Ja. Of een wit van elkaar? Ja, doe maar een pinotje. Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc? Oh, Sauvignon, oké. Okay. waar zijn de glazen? Hij is over de week hoor. Moet je niet even uitleggen wat er allemaal in de waarde wijn vandaan komt en wat er allemaal in zit? Jawel. Oké, het is vrijdagavond en wij kijken de Voice. Nickers er ook. Hallo, we hebben allemaal op Jasmijn gestemd. Nee, we zijn voorop hier. Ik weet niet. Ik gun het Rogier. Hij ging net een beetje mis in, dus daarom hoop ik dat hij wint. Oh my god, jongens, kijk hoe dik deze frikandellen zijn. Ze waren echt veel dunner toen ik ze erin heb gedaan. Het ziet er echt raar uit. Jongens, wie is er team Rogier? Wie is er team Jasmijn? En die andere twee. Maar straks wint gewoon iemand van die andere twee. Ja, er doen er nog twee mee. We hebben weddenschap gedaan. Maar ik doe er twee. Ja, vertel even. Tori en ik hebben weddenschap gedaan. Ik heb aan een tikkie geschreven dat ik ga sowieso winnen. Als het genoeg is, ik zet 20 euro in op Jasmijn. Ik zet 20 euro in op Jasmijn. Nou, hier gaan we. Ik ga stuk als Jasmijn wint. Nee, ik ga stuk als een van die andere twee gewoon winnen. We doen net alsof het alleen tussen Jasmijn en Rogier gaat. De winnaar van de Voice Kids is geworden. Zeg maar niet echt. Dax! Wat is dit nou? Wat is dit nou? Dax? Die had ik net als de laatste, man. Helemaal niet. Nou, what the fuck? Schat, wat is dit nou? Ja, het telt niet. Wat? Nee, we waren voor Rogier. Nee, dat is allemaal. Ash. Hoi allemaal, het is vandaag zaterdagochtend. En oh my god, ik heb zo uitgekeken naar deze dag. Ik ga eindelijk naar de kapper. En ik ga weer even een stukje blonder. Want de laatste keer dat ik naar de kapper ben geweest is voor Love Island. I know, echt heel erg. En toen heb ik het blonder geverfd. Maar het is nu aan de bovenkant echt heel donker. Ik ben er nu, ik ben te laat. Dus ik ga er snel heen. Ik zit lekker in de folies bij de hairspecialist in Purmerend. En oh my god, ik heb zoveel folies. Maar ik ben dus wel echt heel benieuwd. Want normaal gesproken al ga ik mijn haar blond verven. Dan wordt het nooit super blond. En zij zegt wel echt dat het heel goed heeft gepakt. En dat het echt wel een stuk blonder is. En ik moet nog 39 minuten intrekken. Nou, ik ben klaar. En kijk hoe blond het is. Ik ben er zo blij mee. En het is ook helemaal gekruld. Ik ben helemaal al fliek. En ik ga vanavond precies niks doen. Nee, maar dit is echt een hele mooie kleur. Normaal als ik het blond verf wordt het best wel gelig. En nu is het echt een beetje die askleur. Dus ik ben er super blij mee. En omdat ik zo blij mee ben, heb ik ook een winactie voor jullie in samenwerking met de hairspecialist. Namelijk een behandeling naar keuze. De winactie staat online op de Instagram die ik nu hieronder even in beeld ga editen.
Dus kijk daar vooral, doe mee en win een super chille behandeling naar keuze. En het kan van alles zijn. Het kan dus ook blond zijn. Het kan verven, knippen, noem het maar op. Het is zaterdagavond en ik ben voor het eerst weer op het terras. Woe! Ik ben met Bo en Esseldien, maar die wil niet in beeld. En het is bijna 10 uur, maar ik heb nog niet gegeten, dus ik heb een salade besteld. Maar het is echt super groot en die vis ziet er heel raar uit. Misschien dat ik die er toch af ga halen. Hey, Esseldien. Oh, hij snelt ook niet scherp. Hoi. Kijk, die vis ziet eruit ziet. Ja, die vis ziet er inderdaad wel ranzig uit. Die ziet er wel beter uit. Healthy life. Kijk hoe koud het regent. Waarom zitten we niet over? Ja, maar er komt niemand aan. Oké, wij zijn een avondje op het terrasje gezeten. Op een gegeven moment zijn we naar binnen gegaan. Oh mijn god, bij mijn kant. Ja. Op een gegeven moment zijn we naar binnen gegaan, want het keihard ging regenen. Okay, wij zijn dus helemaal nat geregend. Het regent echt keihard. En we zijn nu aan het wachten op de Uber. Top, love Nederland. Het is zondagochtend en ik zit in de auto om te gaan sporten. Woe, ik hou van sporten op de zondagochtend. Top. Nee, heel blij dat ik überhaupt kan sporten. Maar super raar. Ik liep naar mijn auto, ik deed überhaupt de deur open. En ik stond nog buiten en ik voelde echt een mega warme lucht de auto uitkomen. En nu ook, het is hier zo warm en benauwd. Terwijl het echt koud is buiten en slecht weer. Dus ik snap het niet. Misschien ontploft mijn auto straks of zo. I don't know. But we will see. Ik ben iets te vroeg. Dat is heel raar voor mijn doen. Ik voel me ook een beetje onwennig. Daarom ga ik maar even 5 minuutjes in de auto lullen. Ja. Wat ga ik vanmiddag doen? Ik heb geen idee. Ik ben benieuwd. Vraag aan jullie. Hoe vinden jullie mijn vlogs? Want ik hoor verschillende reacties. Sommige mensen zeggen ik vind het super leuk. Anderen zeggen ja, je doet niet zoveel. En dat begrijp ik. Want ja, je kan ook niet zoveel doen. We hebben net trouwens in de eyeliner groep gepraat. En we willen misschien met z'n allen een huisje boeken. Gewoon aan het strand of I don't know. Gewoon een dikke villa. En dan maar gewoon onze eigen reunie organiseren. Omdat we van Love Island zelf dus niks horen. En we dachten, oh my god, hoe vet zou het zijn als we gewoon wat camera's regelen. We zetten het neer. We gaan daar gewoon leven, feesten, gewoon gezellig. En dat we dan gewoon alles filmen en op YouTube zetten. Zouden jullie dat leuk vinden? Die reunie moet er komen. Want ik heb altijd, ook met Temptation en zo, ik vind de reunie aflevering altijd het leukst. En ik snap dat jullie ook benieuwd zijn hoe alles nu gaat. Want er is echt veel veranderd sinds iedereen uit Love Island kwam natuurlijk. Dus ja, ik hoop in ieder geval dat de reunie nog gaat komen. En anders organiseren we hem lekker zelf. Ik ga nu rijden, want anders ben ik weer te laat. Ik ben terug van sporten. Was best pittig, maar wel super fijn. Ik voel me nu echt weer even fresh. En ik kan de zondag goed beginnen. Ik hou er wel van. Als ik lekker zondagochtend ga sporten. Niet brak of zo van gisteren, totaal niet. En dan gewoon lekker heb ik nog de hele dag. Ik zit nu in mijn auto, want het regent. En het regent echt heel hard. En ik wil niet in de regen lopen, want ik heb het nu al een beetje koud. En vanmiddag ga ik lekker mijn vlog editen, serietje kijken. En ja, gewoon chill. Nu ik toch moet wachten in de auto, wil ik wel wat zeggen. Ik heb gisteravond een DM gekregen van een man. Die is heel boos op mij geworden. Die heeft echt, nou, denk 4 A4'tjes vol mijn bericht gestuurd dat ik niet goed voor Beer zorg. Dat het mijn schuld is dat hij allemaal klachten heeft. Dat ik zijn vacht niet goed heb behandeld. Dat hij daarom die kale plekjes heeft. Dat hij waarschijnlijk super veel pijn heeft van binnen. En ik maar doodleuk alles negeer. Dat ik echt denk van, oh my god, ik las dat bericht. En ik vond het zo erg. Dat is gewoon volgens mij hetzelfde als dat een moeder een kind heeft. En iemand gaat zeggen, ja, jouw baby die is, die heeft klachten door jou. En je verzorgt hem niet goed. Echt, ik was zo boos. Ik dacht, hoe durf je dit zeggen? Beer is echt mijn hondenkind. En ik doe echt alles eraan om hem goed te verzorgen. En ik doe ook alles eraan om zijn vacht nu beter te krijgen. En het komt gewoon heel veel pomeriaantjes voor. En tuurlijk, ik vind het ook super kut dat hij een slechte vacht heeft. En dat hij af en toe een beetje jeuk heeft aan die kale plekken. Dat vind ik ook echt erg. Maar kom op, ga niet mij de schuld geven. Hij werd zo boos op mij. En toen zei hij ook dat hij mijn video die ik over Beer heb gemaakt, dat hij die ging rapporteren en zo. Omdat ik echt niet goed bezig ben. En ik dacht echt van, what the fuck. En ik moest me echt inhouden. Mijn vrienden zeiden van, ga er niet op in. En dat heb ik uiteindelijk ook niet gedaan. Want ik weet zelf echt wel beter. Ik verzorg mijn hondje hartstikke goed. Maar dan denk ik echt zo, kom op. Hou je alsjeblieft bezig met je eigen leven. Want ik word er echt verdrietig van. Maar goed, dat wil ik dus even delen. Denk gewoon na voordat je wat stuurt. Niet naar jullie gericht, maar gewoon in het algemeen. Waarom denken mensen gewoon niet na? Ik zou nooit... Misschien zou ik wel een keer denken van, oké, dit is niet slim. Of dit had je anders moeten doen. Maar wie ben ik om dan een bericht te sturen en dat te zeggen? Het is vandaag maandagochtend. Ik heb gisteren niet echt meer
gevlogd, want ik heb ook niet zoveel gedaan. Dus ik wil mijn vlog afsluiten. En dan begin ik weer aan een nieuwe vlog. Super bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video. Doeg!